gebeurd het laatste half jaar als we praten over de SC Volendam? Er waren verschillende reddingsplannen geopperd om de bankschuld van 1/10 miljoen, de belastingsschuld van 405.000 gulden en nog andere schulden op te lossen en daarmee FC Volendam te redden. Op 30 juni was er een uitvoerige raadsvergadering die uiteindelijk resulteerde in een uitspraak gedaan door de gemeenteraad. Dit is het plan Siem Veerman. In het kort kwam het daarop neer dat door een regeling van de schulden bij de bank, belasting, bedrijfsvereniging en overige schulden er nog een post van 210.000 gulden openbleef, die de FC Volendam zelf zwart op wit moest zien te regelen. Behalve die 210.000 gulden werd voorgesteld dat de schuldsanering moest komen van de borger Hein Schilder BV, Kivo, de NCB en de belasting en de overige crediteuren. De gemeente zou dan eenmalig 265.000 gulden bijdragen, het onderhoud speel- en trainingsveld gaan uitvoeren en de Hein Schilder tribune overnemen. Heel verhaal. De gast Jaap Bond, voorzitter FC Volendam, en Roel Evers, sponsor van FC Volendam. Heren, welkom. Jaap, was dit verhaal juist in het kort? Ja, Leo, dat is exact weergegeven. En in de motie die na afloop van eind juni aangenomen is, bleven er eigenlijk na het rapport 3 voorwaarden over. En dat was Volendam, die moet zorgen voor die 210.000 gulden. Je moet een sluitende exploitatie hebben voor het komend jaar. En jullie moeten maatregelen nemen zodat wij de velden, de verzorging van de velden over kunnen nemen. Ja. Nou, dat is de eerste geweest waar we aan wij gewerkt hebben. En dat was dus op zich al niet zo'n eenvoudige opgave. Want hoe kon je aan 210.000 gulden? Want je hebt zelf al in je verhaal genoemd dat alle grote binnen Volendam, die hadden hun steentje al behoorlijk bijgedragen. Ja. Nou, we zijn toen aan het werk geslagen en we hebben die 210.000 gulden op twee manieren bij elkaar kunnen krijgen. Op de eerste plaats zijn alle bedrijven af geweest en de bedrijven hebben gezamenlijk zo'n 70.000 gulden weer bijeengebracht. Ja. Toen kwamen we dus nog zo'n 150.000 gulden tekort. We hebben een x-aantal sponsors weer rond die tafel gekregen. En na een gesprek met hun zijn die buiten de voetbal om, want dat mocht dus niet uit de exploitatie van de FC Volendam komen. Ja. Hebben die gezegd, wij staan garant voor die 150.000 gulden. Dus dat was... Zij schonken het niet, maar... Nee, ze stonden garant, want de FC Volendam die had nog een paar claims lopen. En met die claim wilden zij wel garant staan. Dat was onder andere de claim van een Ton Blanker. Ja. Die dus niet in het saneringsrapport zat. Nee. Nou, dat was het begin. Daarnaast hebben wij een sluitende exploitatie. Daar hebben we 3 keer met het college van BMW over gesproken. Daarnaast hebben we dus met bewijzen dat moeten staven. En dat is dus ook rond. Nou, de velde is ook rond. Toen was dat gedeelte voor ons namelijk afgehandeld. De velden zijn ook rond. Maar ja, wat betreft de velden is het dus zo dat de gemeente gezegd heeft, wij willen uit eigen beheer. Dus iemand van de gemeente wil de velden gaan onderhouden. Dus wij krijgen geen 58.000 gulden. Maar ter waarde van 58.000 gulden... Wordt er een persoon ter beschikking gesteld. Ja. Nou, op die persoon zitten we dus momenteel ook met smart te wachten. Omdat onze terreinknecht dus uitgevallen is. Al een x-aantal weken. En er wordt niet aan gedacht om de persoon die de gemeente voorstelt, om dat de heer Jong te laten wezen? In eerste instantie, zeker niet. Zeker niet. Zeker niet. Dat was rond. De tijd die vordert dan natuurlijk al. Daarnaast moest in het rapport, want alles hangt namelijk in dat rapport aan, het is één totaal, alles hangt aan elkaar. Ja. Als één niet meedoet, dan is alles weer voorbij. Met andere woorden, er moest gesproken worden met de bank, met de belasting, met sponsors, met crediteuren en ga zo maar door. Maar als één man nee zegt,
in dat hele rapport, dan is het over. Ja. Nou, dan kun je dus een klein beetje voorstellen hoeveel tijd dat kost. En dat is dus ook dan nog wel een klein beetje zenuwwerk, want de ene keer is het nee, maar de volgende keer is het dan wel weer ja. Het is dus nu zo ver gevorderd dat 2 weken geleden zijn alle stukken, bewijsstukken, die nodig waren in het rapport en de 3 voorwaarden die het gemeentebestuur gesteld heeft om te voldoen aan de motie, die liggen allemaal bij de gemeente. Moet ik 1 uitzondering van voor maken, ja. Dat is het stukje crediteuren. Want daar kun je natuurlijk nooit geen garantie voor geven. Is dat een grote post? Nou, dat is ongeveer een post van zo'n 50.000, 60.000 gulden. Ja. En crediteuren, die willen wel iets doen meestal. Maar dan moet ook zij de zekerheid hebben dat de overige ook meedoen. Nou, het is dus zo dat wij dus nu met iedereen overeenstemming hebben, inclusief met de Belastingdienst. Ja. En nu is er de afgelopen week, en ook die brieven liggen dus bij de gemeente, bij de college, een brief uitgegaan naar de crediteuren waarin verzocht wordt om een gedeelte van de schuld kwijt te schelden. Dit is het moment, want als je dat van tevoren vraagt, dan wacht iedereen natuurlijk weer af. Uiteraard. Toch heb ik de indruk gekregen in de afgelopen tijd dat men al zover was dat het rond was. Het had al rond moeten zijn, al een maand geleden. Maar waarom is het vertraagd? Wat is in het kort, als het kan, de uiteindelijke reden dat we nu nog op een gemeenteraadsbeslissing moeten wachten? Nou, eind vorige maand dachten wij ook van, nou, de zaak is wat betreft FC Volendam helemaal rond. Ervan uitgaande dat het deal met de Belastingdienst ook rond was. Dat stond in het rapport. En we hebben dat eigenlijk verder niet bij nagetrokken. Plotseling kregen wij een seintje dat hier een dat het niet rond was. Het was even een foute interpretatie. En er moest dus nog duidelijk over gesproken worden. Dat heeft dus gewoon weer even tijd gekost. Maar we kunnen nu zeggen dat ook die brief, want alles moet gestaafd worden met brieven, ja, dat die gekomen is en dat dat ook bij gemeentebestuur ligt. Dus het kan nu niet meer mis. Ik zou niet meer weten wat FC Volendam nu nog kan doen. Goed. Omtrent de gemeentelijke vertegenwoordiging binnen het FC-bestuur, is daar nog over gepraat? Nou, er is 1 keer in kort over gesproken, bestuur FC met het college. Ja. Waarin ze gewoon gevraagd hebben hoe wij dat dachten. Nou, er zijn 2 dingen aangegeven. De eerste is, willen jullie meedraaien in de totale organisatie, dan moet je binnen het bestuur van de FC komen. Nou, dat was niet de bedoeling. Ja. Nou, dan blijft er dus statutair een andere mogelijkheid over. En dat is dat er afvaardiging van het gemeentebestuur binnen het Stichting Financieel Beheer komen. Ja. Nou, die mening is weergegeven door ons aan het college. En we hebben daar verder nog niets over gehoord. Goed. Maar het is wel de bedoeling. We willen starten en ik hoop er zo nog iets over te mogen zeggen. Gaan we gelijk ophouden. Vertel het maar gelijk. Jullie zijn zoveel van plan. Nou, het, ja, en er moet mij toch van het hart, ja, dat we inmiddels al een 12-13 weken verloren hebben door de hele financiële situatie. Ik vind dat dat niet te lang moet duren. Niet langer meer moet duren, om de doodvoudige reden dat alle activiteiten die we willen opstarten, en dat is een krant. Op 2 november willen we de FC Volendam wordt super. Krant willen we uitgeven in een oplaag van 150.000 stuks in Waterland en de streek. We hebben cheergirls, we zullen daar zullen er nog wat iets van zien. We willen een soort familiedagen maken, ja, maar uiteindelijk moet het toch op het veld gebeuren. En als ik nu zie, en vandaar dat ik net ook zei, hoe die jongens in dat veld staan en echt die willen om te winnen, wedstrijd op wedstrijd weer naar buiten brengen. Dan zeg ik, het moet niet te lang meer duren, want wij raken langzamerhand wat gedupeerd. Maar de vereniging is nog veel gedupeerder, ja, want iedereen wacht maar af. Het moet gaan gebeuren nu. Invloed op het bestuursbeleid. Eist u dat voor uw inbreng van financiële middelen? Nee hoor, het is alleen omgekeerd geweest. Het bestuur heeft mij verzocht om voorlopig even bij hun zitting te nemen, want het bestuur bestond nog maar uit 3 mensen... En u kunt zich voorstellen dat in de situatie waar de FC nu in verkeerde, dat die 3 mensen gewoon
alles moesten doen. Dat was gewoon te veel. Dus je bent hulp? Ja, ik ben hulp. Hulp. Ja. Bij de vorige sponsor stond de trainer op de loonlijst. Stel, de resultaten gaan iets tegenvallen of we komen in blessureproblemen. En de trainer roept van, ik heb een zo'n speler nodig. Kunnen we dat verwachten? Nee hoor, ik vind dat het beleid door de vereniging moet worden uitgemaakt. Niet door de sponsor. Nee. De sponsor doet in overleg met de vereniging dingen. Ik vind het een slechte zaak dat de sponsor zegt, ik wil morgen Gullit kopen. Ik vind dat persoonlijk een slechte zaak. Omdat de vraag is of er dan voldoende draagvlak is voor die beslissing. En om die reden zeg ik, ik zal dat nooit doen. Goed. U hebben plannen voor de toekomst. Een bladuitgave, familiedagen, Sheergirls. Daar komen ze dadelijk aan toe. Nog één argument. Het werd deze week in Voetbal International geopperd. Entreegelden verlagen. Is dat een manier om meer publiek te krijgen? Nee. Binnen de krant zoals we hem uit gaan geven. En ik hoop dat hij echt op 2 november, voor 2 november, overal in de deuren kan zijn. Maar dat is helemaal afhankelijk van de beslissing die onze inziens op korte termijn moet worden genomen. Daar hebben we, en dat zult u zien in die krant, een hele leuke actie in omketend. Waardoor we hopen dat het publiek komt. In die krant bestaat de kans op het winnen van een homecomputer. Allerlei andere activiteiten worden daarin aangegeven. En we hopen gewoon dat we een paar keer dat stadion beter gevuld krijgen. En niet alleen van de mensen uit de regio, maar met name ook van de mensen uit Volendam. Dus de eerste actie is, één van iedereen kan een computer winnen. En voor de rest wachten we wel af. We komen aan de Cheergirls, een attractie die langs de velden gaat plaatsvinden. Ja. We hebben de primeur in Spitsuur. U heeft er een aantal laten komen. We hebben er 12. Ja? Hier staan er dus 3. In het midden de juffrouw in het zomertenu en daar buiten in het wintertenu. Die gaan voor de wedstrijd en in de pauze gaan die allerlei leuke dingetjes doen. Daarnaast gaan ze nog wat doen voor de sponsors. En er gaan altijd 6 mee naar onze uitwedstrijden om ook onze jongens aan te moedigen. En dat is in overleg met de trainer gebeurd? Of, dat is uiteraard in overleg met de trainer gebeurd. Goed, de dames hebben ook nog wat ingestudeerd. Het volledige programma, daar wordt nog hard aan gewerkt. Maar 1 of 2 jels zijn er alvast. Dames, succes. 1, 2, 3, 4, kom op, Volendam! Volendam is super! Ook Jaap Bond kijkt zeer tevreden als voorzitter zijnde. Heren, hartelijk dank voor de komst. Sorry dat we een beetje de vaart achter moesten zetten, want we lopen tegen de 2 uur. En er staat nog een nummer, heb ik opgeschreven. En hij staat hier, Boat on the River.